Op dinsdag 25 mei werd in Zomer het praktisch verkeersexamen voor de groepen 7 en 8 van de Zomerense basisscholen gehouden. Maar liefst 278 leerlingen namen deel aan en slaagden voor het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland afdeling Zomeren. Maandag 31 mei vond de uitreiking van het verkeersdiploma plaats op het schoolplein van de Mariaschool in Zomeren. De politieagenten Gijs en Eduard reikten de diploma's uit. Gijs en Eduard, hoe belangrijk is zo'n diploma voor de kinderen? Het geeft in ieder geval een hele goede basis voor de kinderen voor dadelijk weer de weg op te gaan met de fiets. Vooral om ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs waar ze naartoe gaan. Dan is het wel goed dat ze wel een beetje weten van de verkeersregels, hoe gedragen ze zich op de fiets. Ja. Ja, dat geeft wel gewoon een goed beeld voor de veiligheid op straat. Ja. Eduard, dan weten we wel dat ze, als ze eenmaal op school zijn, dat sommige kinderen het wel vergeten, of niet? Ja, dat zie je ook regelmatig gebeuren, dat ze het snel weer zijn vergeten. Maar we hopen eigenlijk dat ze het zo lang mogelijk goed volhouden. Ja. Dat ze eigenlijk blijven volhouden om een goede verkeersleerling te zijn. Ja, we zagen vorige week de verkeersexamen. Dan zag je de kinderen de hand uitsteken, de arm uitsteken. En de volwassenen erachter, die vergaten in het gewoon weer. Ja. Ze vergeten het vrij snel. Ze vergeten het vrij snel, ja. Ja, ze vergeten het vrij snel. Maar het is eigenlijk bedoeld om toch een basis te leggen voor de jeugd. Van hey, hoe hoort het eigenlijk? En dan hopen dat ze daar gewoon iets van opsteken. En zelf ook het bewustwording creëren van hey, als ik mijn hand uitsteek, ben ik zichtbaar voor mensen om me heen. Ja. Dat ze van elkaar zien. En ja, dat ze dingen gaan vergeten, ongetwijfeld. Maar in ieder geval die goede basis voor de jeugd te leggen, dat is denk ik het belangrijkste. Ja. Eduard, vroeger kreeg je een bekeuring als je zonder handen fietste of dat je hand niet uitstak of de bel er niet op zat. Is de politie nog steeds zo streng? Nou, letten we overal op. Ook op dat soort dingen. Maar we hebben ook nog andere dingen te doen. Dus als we het tegenkomen, gevaarlijk verkeersgedrag wordt sowieso gestraft. Ja. Heb je zelf ook een verkeersdiploma of niet? Ik heb zelf ook een verkeersdiploma. Ja. Het is al een aantal jaren terug, maar ik heb hem. Ja, volgens mij heeft iedereen hem nog. Ja. Want het is toch een belangrijk moment voor de kinderen. Ja. Vroeger, ik weet nog goed dat ik hem kreeg. Ja. Dat was ook gewoon een momentje. Komt ie. Nog een keer. Kom maar. Dankjewel en gefeliciteerd. Ik kijk in die zon, man.